Ter gelegenheid van 25 jaar Laarbeek is er een wandelvierdaagse Gezond Laarbeek georganiseerd. Er werd gelopen elke dag vanuit een andere kern van Laarbeek. Woensdag werd er gelopen in Mariehout, waar de start in het buurthuis was. Henk Berkers, de organisator van deze avondvierdaagse. Het is gisteren al gestart, nu vanavond in Mariehout. Wat is de voorkeur van de plaats? Dus eigenlijk geen voorkeur, want we hebben vier kernen en ja, we doen ze ook alle vier aan. En iedereen op zijn eigen manier maakt de mooiste routes natuurlijk in de kern. Het is ook om Laarbeek te leren kennen, voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, nou, we zijn weer opgestart na dus 2 jaar corona niet gewandeld te hebben, alleen digitaal. Nu zijn we weer begonnen en het is echt opstarten. We hebben dus minder deelnemers als net voor de corona. Dat is ongeveer de helft van het aantal deelnemers. Maar gelukkig zien we weer heel veel gezinnen, jonge kinderen. En daar word ik wel heel erg blij van, want daar doen we het eigenlijk hoofdzakelijk voor. Het Oranje team? Ja, heen mee naar vroeger. Is dat daar over? Ja, nee, dat is niet over. Nee, dat is wel over de 6 jaar. Nee, nou, dat is het. Oh, ja. Kijk eens, als je... Kijk, bedankt. Houden we. Bedankt, hè.